Komt. Welkom. Ja, daar ben ik weer. Voor de verrassing. Verandering. Iets. In ieder geval, dit is wat ik ga spelen. Iedereen kent het vast wel. Dus ik ga geen verdere introductie doen. Ik denk dat iedereen het spel ook al 20 keer heeft uitgespeeld. Althans, daar ga ik dan weer van uit. Goed, hoe is het met jullie allemaal? Prima. Want ik ben kapot. Ga weg. Dat is oud. Ja, dat is het zeker. En Emiel, ik hoop dat je het volle bent. Dan moet ik die andere kant op aan. Dat is voor mij weer lang geleden. Maar jongens, leuk dat er geantwoord wordt op mijn vraag. Ik vroeg hoe het allemaal met jullie ging. Ik hoor al dat er geen respons is. Dus kennelijk gaat het gewoon, ja, niet. Of... Oh. Zet het Maries been slaapt? Nou, dan moet je er een wekker naast zetten. Dat helpt meestal wel. Linkerbil, nou dat nu daar hetzelfde, Gaby. Zit er gewoon een bekken naast. Pak hem dan op! Ik vind het al lekker, jongens. Oh. Doen we gewoon even zo. Verder heb ik dit spel helemaal niet vaak gespeeld ofzo, dan kom je erbij. Dat gaat ook niet helemaal. Ah, dat is dan weer flauw. Pak hem dan op! Pak hem dan gewoon op, joh! Nee, dat werkt niet, dat weet ik. Dat was ook niet de bedoeling. Peter, kwestie van spelen en speel veel van die speedruns kijken. Dan ben je er zo doorheen. Zo moeilijk is het niet. Oh. Dit wil meestal ook wel helpen. snelst meer. Ja. Gaan we weer. Oh. We moeten wel gewoon gaan, hè. Ik bedoel. Go. Ja, loop niet voor mijn neus.
Haha. Nee. Au. Au. Snel, kom op. Ik wil het niet verliezen van een fucking schildpad. Op zich. Oh, is hij pas daar? Oh. Ah, dat werkt. Yeah, now we wait. Dus, de Efteling vandaag. Het was druk. Het was vermoeiend. Vooral druk. En ik heb natuurlijk Daisy en Mitch gezien. Dat ook. En het was hartstikke gezellig. Yay! Wat heb ik? Een beetje stream freezes. Oh ja, ik merk het inderdaad. Ik heb geen idee waar dat komt. Is het echt storend? Dan doe ik gewoon even een restart. Kijken of het dan wat meer geholpen is. Fluit gaat goed, oké, dat is mooi. Ik zie amper wat. Jij zou eventueel ook nog de kunnen refreshen, kijken of dat helpt. Aangezien het geluid wel gewoon normaal werkt. Ik weet niet of andere mensen. Ik weet niet of andere mensen nog last hebben van stream freezes. Laat het even weten. Deze mix, ja. Ik ga er niet te veel over zeggen, maar daar lijkt het wel op. Verder, het komt niet van mij! Nee, ik was het niet. ja, zeker. Zeker zet er niet. Zet samen in de droomvlucht. En zaten samen in de vogelrok. Overigens, even een shout-out naar Mitch. Mitch die is als de dood voor achtbaan. Deze en ik hebben hem wel zover gekregen dat hij de vogelrok kreeg. Ik vind dat hij toch wat applaus verdient. Want hij zat hem echt helemaal te fieken daar. Dus jongens, even applaus voor Mitch. Dat vind ik wel terecht. Gewoon zijn angst overwonnen met ons. Dat vind ik wel iets waard. Was het zoiets was het? Nou hoop ik dat ik dit goed doe. Oh yeah. En ze gaan wel hard, hè? Here we go! Hey. Even kijken wat is hier nog meer te doen. Oh, ja. Even, lopen jullie daadwerkelijk zo ver achter? Wacht even. Wow, wacht even. Wow. Wacht. Dan ga ik eens even kijken, want dat zou niet goed moeten zijn.
Even wachten. Ik ga eens even kijken hoe de stream ervoor staat. Fijn. Wow. Dit ziet er niet goed uit. Wow. Jawel. Nou, hij zou goed moeten zijn. Vaag. Goed, we gaan gewoon verder. Het was, vanuit mijn kant gezien, was het een beetje een slowpoke reactie voor jullie, aangezien ik al zeker een minuut verder ben. Laten we hopen dat dat niet aanhoudt. Dan wordt het vrij irritant om goede communicatie te hebben, namelijk. Oké, dit gaan we op een andere manier testen. We zeggen allemaal ja als je dit hebt gehoord. Ja! Wow, of niemand reageert of er zit echt een hele zware vertraging in. Nee, niemand reageert. Dat blijkt. Jongens. Ja, ja, oh. Holy, dit is echt niet goed. Dit is serieus niet goed. Ja, ik ga hem even op een pauze zetten, want dit gaat even niet goed. Ja. Ja, dat is echt een flinke vertraging, dus dat is niet goed natuurlijk, hè?